Oké, mensen, goedemiddag, daar ben ik weer. Iets later dan ik had gezegd. Ik had eigenlijk gezegd vrijdag, maar vrijdag was zo hectisch. Leverancier was hier. En dat duurde toch best wel langer dan ik verwacht had. Dus om nog een filmpje te maken, dat lukte echt niet. Nou, wat wil ik jullie vandaag allemaal mededelen? Zoals jullie weten gaat Airgym aanstaande woensdag weer open. En ik wil jullie eventjes een klein beetje een preview geven wat wij allemaal gaan doen met Airgym de komende tijden. Heel veel staat al ondertussen klaar. We hebben niet stilgezeten in de coronatijd. Dus we hebben echt heel veel gedaan voor onze leden. En dat wil ik jullie even laten zien. Ik heb voor iedereen, hebben wij iets leuks. Ik denk dat iedereen er wel wat aan hebt. Dus of je nou een individuele trainer bent, man, vrouw, groepslessen, verschillende groepslessen. Want niet iedereen doet alle groepslessen. Sommigen pakken specifieke groepsles. Nou, we hebben geprobeerd om voor iedereen iets te doen. En dat blijven wij voorlopig ook doen. Zoals jullie weten hebben wij natuurlijk heel veel mensen die over ons hebben lopen klagen. Dat we open waren met Total Health Fit. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Nou, weet je, al die mensen, die laten wij nu gewoon even zien wie wij zijn, wat wij zijn en wat we doen. En dat wij ten alle tijde alles voor onze leden zullen blijven doen. Wij blijven innovatief. Dat doen wij ook voor onze leden. Dat doen we ook voor onszelf. En alle sportscholen die ook over ons hebben gebeld. Ja, weet je, check this. En dan zou ik zeggen, bemoei je voortaan lekker met je eigen zaken. Run je eigen zaak en klaar. Maandag komt er een nieuwsbrief met de nieuwe maatregelen. Ik zit nog op een paar antwoorden te wachten, die krijg ik maandag. Ook daar gaan we weer iets aparts doen. Dat vertel ik niet hier, dat had ik graag willen doen. Maar omdat er zoveel sportscholen geweest zijn die over ons hebben gebeld, ga ik niet meer mijn kennis doorgeven. Ga ik niet meer doen. Dus ik zet alles in de community app, onze Airgym app. Daar kunnen jullie de nieuwsbrief zien. En dan kunnen jullie ook precies zien hoe wij woensdag open gaan. En wat wij allemaal gaan doen. Dus zorg dat je de app hebt. En zorg dat je die nieuwsbrief leest. Want daar staat echt alles in. Ik kom er straks misschien nog wel even op terug. Ik wil jullie nu even laten zien wat wij ondertussen allemaal hebben gedaan. Ik begin even bij de groepslessen. Wij gaan nieuwe groepslessen draaien. We hebben wat nieuwe dingetjes. Sommige mensen hebben ze al zien staan. Maar het is nu allemaal binnengekomen. We beginnen eventjes met onze nieuwe hoekie met allemaal de spullen voor de groepslessen. Kijk mensen, nog niet alle kettlebells zijn binnen, want een aantal van onze leden die gebruiken ze nog thuis. Ook dat hebben wij gedaan, hè. Mensen mochten gewoon spullen lenen van ons. Kijk, we hebben een hele mooie stellage laten maken, zodat ook de kettlebells nu uit de groepsruimte zijn. Zodat we daar meer ruimte krijgen voor trainingsarbeid. Nou ja, dit zijn onze bodypump stokken. Die konden jullie al. En nu komt het. Nu gaan we naar binnen. Ik heb ze allemaal al even klaargezet. Dus heb je even een klein beetje een indicatie hoe het eruit komt te zien. Want we gaan natuurlijk spinning geven. Nou, ik heb ze neergezet. De spinningfietsen. Hollandse makelaardij. Echt topfietsen. Geen commerciële shit. Echt mooi. Gewoon met je eigen telefoon kan je al jouw gegevens opslaan. Je krijgt van mij een applicatie. En die applicatie die verbind jij met de fiets waar je op gaat zitten. Kijk eens, dit is de zaal mensen. En we hebben natuurlijk een klimaatsysteem. Hè? Dus ook dat is allemaal geregeld. Oh, een goede klimaatsysteem. Dus je krijgt van ons een applicatie, dus wil jij gaan spinnen, geef het eventjes aan. Dan geven wij jou de link, of nou ja, in ieder geval waar je hem kan downloaden in de App Store. En dan kan je gewoon met je eigen telefoon, kan je op die fiets zitten. Je telefoon kan je ook op de fiets klikken. En daar kan je alles bijhouden. Ik ben geen spinner, sorry. Ik heb het één keer gedaan. Ik had 3 dagen spierpijn gehad. dus het is een heel intensief sport. Dus, maar met je eigen telefoon kan je dus alles opslaan wat je doet. Nou, dat is wel leuk, want dan hoef je niks meer over te laden of wat dan ook. Of te downloaden. Nee, het staat gelijk in jouw applicatie. En des te eerder ben je in principe ook weer lekker uit de ruimte. Hier, ik heb ze een beetje zo neergezet. Maar zo komt het er dan uit te zien.
spinning. Alle fietsen zijn nu ook binnengekomen. Hè? Sommige mensen hadden de fietsen al gezien. Maar nu staan ze echt allemaal. Dit zijn ze. 15 stuks. Dus wij gaan small group spinninglessen geven. Ook de trainers hebben wij al, hadden we al. Nou, wat hebben we nou nog meer? Zoals jullie weten, Airgym draait natuurlijk al 4,5 jaar op Synergy lessen. Synergy les, dat is echt een full body workout. Echt een uitdaging. Echt een hele goede training. Waar je alles doet. Hè? Full body zegt het al. Het is ook vet verbrand. Het is spieropbouw. Het is echt een uur knallen. Dit is echt een hele mooie les voor jong en oud. Want je doet het op je eigen tempo. Wij bepalen de oefeningen. Wij hebben de muziek. Wij proberen je wel extra te motiveren. En zoals wij de Synergy les geven. Zo geeft eigenlijk niemand hem. Dat hebben wij ook te horen gekregen van Life Fitness. Onze leverancier. Ze hebben ons wel eens gevraagd voor een workshop te geven. Ja, wij hebben hem helemaal uitgebreid met cardioapparaten, smidmachine. Maar nu gaan we hem nog een keer upgraden. We gaan hem gewoon nog een keer upgraden om hem nog heftiger te maken, nog leuker te maken, nog uitdagender te maken en nog effectiever te maken. Nou, wat hebben wij gedaan? Hier zien jullie hem. We hebben een apparaat erbij geplaatst. Dit is de pulldown. De pulldown en de row in één. Dus het is niet dat je elke keer dezelfde oefening doet. Nee, we kunnen hem afwisselen. De ene keer pak je de pulldown met de hendel. Maar je kan ook de pulldown single handed doen. Dan krijg je een handvatje, klikken we er eventjes in. Dan doe je links en rechts. Dus de eerste ronde doe je je linkerarm. De tweede ronde doe je je rechterarm. En we hebben de row. Hier hebben we de row. Ook een hele belangrijke, goed voor de rug. Kunnen we de rug heel mooi maken. En ook de rugoefening kunnen we met een hendeltje doen. Zodat je zeg maar single-handed row doet. Dus eerste ronde links, tweede ronde rechts. Nou, dan gaan we even verder naar de volgende. Ja mensen, de Synergy wordt echt gek. Die wordt echt leuk. Want wat hebben we nog meer? We hebben eigenlijk, ik heb twee apparaten erbij genomen. Of aangeschaft, speciaal voor jullie. Omdat sommige oefeningen heel moeilijk zijn na te bootsen met losse gewichten. Daar komt dan heel veel lichaamscoördinatie bij. En ja, dat is niet voor iedereen altijd even makkelijk. Hè? We hebben toch wel mensen toch ook wel met wat blessuurtjes of met wat kwaaltjes. En daar moet je ook rekening mee houden. Dus, wat hebben we ook nog eens een keer gedaan? We hebben ook nog eens een keer de leg extension aangeschaft voor de bovenbenen. Kijk, die hebben we er ook nog eens een keer bij genomen. Nou, en ook hier, dan denken jullie van, nou ja, elke keer hetzelfde apparaat. Nee, want ook met dit apparaat kan je, of je kan hem met twee benen doen, of je doet hem eerst met je linkerbeen, daarna met je rechterbeen. Kan ook, zet je het gewicht even wat lichter en dan kan je werken aan je dominante kant en je minder dominante kant. Dus de leg extension mensen, ook nog eventjes aangeschaft. Vrijdag allemaal binnengekomen, staat helemaal klaar voor de Synergy les. Nou, wat hadden wij als eerste een tijdje geleden al? Zaten we net in de corona. We hebben ook nog eens een keer een heel nieuw cardio ruimte gemaakt. Gewoon alleen maar een puur cardio hockey of een ruimte. Kijk eens, ik heb hem al een keer gepost, maar het is nu helemaal kant en klaar. Dit is puur voor de warming up. Als je even snel warm wil worden. Kijk, Life Fitness Cardio, hebben we er ook even bij gezet. Het is een heel mooi hoekie geworden met één fiets. Eén crosser en twee extra loopbanden. Nou, die stonden op nalevering, die zijn nu binnengekomen. Dus gewoon nog eventjes 4 extra cardioapparaten bijbesteld in coronatijd voor jullie. Dus mensen, wil je naar een sportschool die innovatief is? Kom naar Airgym. Maakt niet uit of je over ons gebeld hebt. Je bent even goed welkom, want dan kunnen wij laten zien wie wij zijn, wat wij zijn en wat wij doen. En dan zul je zien dat je gewoon in een hele leuke, goede sportschool terechtkomt. Oké, nou dan gaan we naar de volgende. Ja, dat is. We waren de eerste die hem besteld had. Helaas door de corona heb ik hem eventjes op de wachtlijst gezet bij mijn leverancier. Dat mocht gelukkig. Dus we zijn nu niet de eerste die hem in de zaak hebben staan. Dat zijn onze vrienden van Prometheus. Die hadden hem al staan. Als eerste, wij waren wel de eerste die besteld had, maar dat geeft niks. En ja, dit is een apparaat. Wat ik al zei, we hebben ook voor de vrouwen wat. We hebben voor de groepslessen wat. We hebben voor de mannen wat. We hebben voor iedereen wat bijbesteld. En helaas is nog niet alles binnengekomen.
Maar daar vertel ik straks iets meer over. Dit, dames en heren, is onze nieuwe apparaat, de Belt Squat. En de Belt Squat, ik laat nog even een demofilmpje zien. Even apart hoe die werkt. Dit is zo'n geweldig apparaat. Deze is helemaal uniek. Deze is echt van hammerstrength. Hier, hammerstrength. Echt. Dit is echt een beest is dit. Kijk. En dan kun je ook nog dippen. Maar ook daar laten wij... Robin heeft even een filmpje voor ons gemaakt hoe je dat moet doen. En dit is de Belt Squat. Ook die hebben wij nog eventjes er gewoon bij gedaan. Kijk eens. Dus de Belt Squat. Dat is gewoon een squat. Kan je nog dieper een squat maken. Voor de vrouwen, voor hun billen. Heel goed. Je kan heel diep gaan. Je hebt niet meer een stang in je nek. Heel veel mensen hebben daar toch last van. En nu heb je dus eigenlijk een belt om je heup heen. En dat schijnt toch wel iets comfortabeler te zitten. Waardoor je ook veel mooier met een rechte rug kan zakken. Zodat er nog meer effect op je benen en je billen komt. Nou ja, dat is natuurlijk wat we willen. We willen natuurlijk niet die onderrug kapot maken. Dat zie je toch heel vaak gebeuren met een squat. Nou, lopen we even naar beneden. Want dan hebben we ook nog iets voor de mannen. De mannen moeten nog wel een beetje trainen. Maar ja, vanaf woensdag kan het natuurlijk. Lopen even naar beneden. Woensdag gaan we open, mensen. Heerlijk. Dus maandag de nieuwsbrief. En dan zie je wat er allemaal open gaat, met hoeveel we open gaan. Ik vertel het niet hier, doe ik niet meer. Ik ben er klaar mee. Als ze gewoon normaal hadden gedaan, mijn collega's, dan had ik hun gewoon ook hierover verteld. Kijk mensen, ik heb hem al vrijdag getest. Ik heb hem al gedaan. Mensen stonden erbij, dus ik heb getuigen. En voor de mannen, voor de liefhebbers, de 60 kilo dumbbells. De 60 kilo dumbbells. Ja, ze zijn flink. Ze zijn groot. Maar een mooi setje kon je ermee doen. Niks mis mee. Nou ja, 50 hadden we natuurlijk al. Het is wel een grote stap. Maar ja. Dus mensen, dat is wat we allemaal hebben. Dat is allemaal wat er binnen is gekomen. Waar we woensdag gelijk hup mee gaan aanbieden. Het is heel jammer, want ik had nog twee apparaten in de bestelling staan. Ja, ja, we gaan gewoon door, mensen. We beuken gewoon door. Ik heb het gezegd, Airgym gaat beuken. We gaan rammen. We zitten niet meer stil. We gaan niet meer stil zitten. En ja, het is alleen jammer dat dat er nog niet is. Het is een T-Bar Row van Hammerstrength. Ook helemaal nieuw in het assortiment. Hebben ze ook weer op een speciale manier ontwikkeld. Het is niet een normale T-Bar Row. Ik heb hem al getest. Ook bij mijn vrienden van Prometheus. Wat dat betreft hebben die een beetje dezelfde denkwijze als Airgym. Dus dat is wel mooi. Hele mooie sportschool ook, in Emmen. Dus daar heb ik die T-Bar Row gezien en getest. Ik heb hem ook besteld. En er komt ook nog een incline T-Bar Row. Dat is zeg maar dat je schuin naar voren ligt. Die had ik eigenlijk al verwacht. Maar ja, door de levering... Met coronatijdperk is het toch lastiger. Nou, wat gaan we nog meer doen, mensen? Want ja, dat is natuurlijk niet alleen maar apparaten. Wij gaan vanaf juli gaan wij ook starten met een compleet nieuw softwareprogramma. Voor trainingsschema's, noem allemaal maar op. Dat komt als het goed is 1 juli. Ja. Nou, wat gaan we daarmee doen? Wij gaan eigenlijk, onze trainers gaan straks naar de next level. Weet je, wij gaan nog professioneler worden. Met alle respect... Wij zijn geen keten, nee, wij zijn Airgym en wij zijn er echt voor de mensen. Hier kom je om je doelstellingen te halen. Daar willen we jullie ook bij helpen. En daarom hebben we een heel mooi programma aangeschaft. Een nieuwe licentie hebben we daarvoor gekocht. En dan kunnen we eigenlijk de leden die bij ons een trainingsschema willen en begeleiding willen, die kunnen wij nog beter monitoren. Hoe dat er precies uit gaat zien, dat laat ik in de komende weken zien. Want wij krijgen daar even wat promotiemateriaal voor. Dan hebben jullie er wat meer beeld bij, maar je moet het zo zien. We gaan een heel dossier opbouwen. Dus als jij echt een traject met ons in wil, dan kunnen wij jou heel goed monitoren. We kunnen je monitoren op het moment dat je binnen bent. Wij kunnen jou monitoren
Tenminste, we kunnen al zien dat jij de schema die wij gemaakt hebben of samen gemaakt hebben niet prettig vindt. Dat er misschien oefeningen in zitten wat je helemaal niet leuk of prettig vindt om te trainen. Daar kunnen we dan meteen op ingrijpen. Dan hoef je niet meer 6 of 7 weken te wachten of zo. Nee, dan kunnen we meteen ingrijpen, kunnen we meteen aanpassen. Zodat jij gewoon goed in jouw schema blijft zitten. Dus dat je goed in je training blijft zitten. En niet dat je 7 weken staat aan te modderen of 8 weken. Dus dat zit er ook aan te komen. Heel professioneel. Dus onze trainers die gaan ook naar de next level. Er zit ook nog eens een keer een programmaatje bij. Dat ik de trainers weer kan monitoren. Of ze de leden goed in de gaten houden. Het is ook een soort beloningconstructie. Zit er zeg maar in. Hè. Dan kan je zien welke trainer. Wie zijn leden wel prognose of progressie maken en wie niet. Dus het is ook voor de trainers is het heel uitdagend. En dat moet ook, want als de trainer natuurlijk heel gemotiveerd is, dan blijft het lid ook gemotiveerd. Dus dat zit eraan te komen. Ook gaan wij met een nieuwe ledenbestandprogramma werken. Ook dat wordt geprofessionaliseerd. We werken nu nog met Virtua Gym, maar dat is toch, met alle respect, dat is niet wat wij willen. Wij willen naar de next step. Wij willen naar het volgende niveau. En dat moet ook, want wij willen nog professioneler worden. Wij zijn geen low-budget keten of wat dan ook. Nee, wij zijn echt voor de mensen. Dus mensen, we weten allemaal wat corona met je doet. De meeste mensen die op de IC's lagen, waren mensen met overgewicht. Ik weet, het is niet leuk om het te horen. Maar 75% op de IC's waren mensen met overgewicht. Dus als jij zorgt dat je overgewicht wil aanpakken, kom naar AirGym. Wij bieden voedingsbegeleiding aan, wij bieden trainingsbegeleiding aan. We hebben de apparaten, we hebben de spullen, we hebben de kennis. Kom naar AirGym, zorg dat je van je overgewicht afkomt. Want geloof me, week 40, dan komt het beestje komt weer opzetten. Zorg dat je lichamelijk goed bent. Want je immuunsysteem en je weerstand, geloof me, die kunnen echt heel veel. Die zijn daarvoor gemaakt. Het is er alleen, hoe goed ga jij met je lichaam op? Hoe gezond is jouw lichaam? Hoe sterk is jouw lichaam? En kom niet aanzetten met, ja, ik heb een drukke baan dit en ik til al heel veel op mijn werk. Geloof me, ik heb in de bouw gezeten, ik heb in de industrie gezeten. Ik heb overal in gezeten. Trainen is heel wat anders dan dat jij een zwaar gewicht op je werk moet pakken. Dat is totaal iets anders. Hier ben je echt gericht bezig om je spieren, je lichaam, je conditie op peil te houden. En daar gaat het om. En je moet prioriteiten stellen. Dat is gewoon, wat wil je? Wil je straks op de IC liggen? Of ook het of heel beroerd thuis liggen, 2 weken. Of ga je echt werken aan je lichaam? Ik zou zeggen, werk aan je lichaam. AirGym gaat woensdag open. Vanaf woensdag kunnen jullie ook inschrijven. Ik zou zeggen, mensen, kom van die luie bank af. De overheid heeft ons al eigenlijk moeilijk genoeg gemaakt, hè, zonder te bewegen. Ze hebben ons opgesloten, ze hebben ons een avondklok gegeven. Weet je, allemaal hier. Maar dat geeft niks, dat is mijn mening. Hoe andere mensen er tegenover staan, respecteer ik ook. Maar geloof me mensen, ons lichaam, de mensen 6 kilo, gemiddeld 6 kilo zwaarder geworden. 6 kilo, ja, dat is wat hoor. Dus kom lekker uit die luie stoel. Zorg dat je woensdag lekker komt inschrijven bij AirGym. En wij gaan jou helpen. Of je moet al zo goed zijn dat je zoiets hebt van, joh, ik weet het allemaal, ook prima. Je kan lekker individueel trainen, je kan hier alles. Groepslessen, noem maar op. Dus ik zou zeggen, mensen, ik zie jullie woensdag 19 mei, 7:00 zijn we open en we gaan knallen. En we zijn er nog lang niet met AirGym, we gaan nog heel veel mooie dingen doen. We gaan nog heel veel mooie dingen krijgen. Dat is AirGym. Wij zijn AirGym, jullie zijn AirGym. Ik zou zeggen, geniet nog van deze mooie zondag en ik spreek iedereen morgen weer. Ciao, ciao.